is a weapon of mass destruction. Use a condom. Sommige toespraak hier in het parlement op Wereldaidsdag 2005. Het is een slogan van de band Fighters uit Engeland. Zij maakten dan ook een t-shirt voor Designers Against AIDS en VZW uit Antwerpen, voor wie ik al sinds 2006 ambassadeur ben. Het is nu 8 jaar later en hoewel de situatie in bijvoorbeeld Afrika voor wat betreft het aantal nieuwe HIV-besmettingen iets verbeterd is, kan datzelfde niet gezegd worden van België. Het is ook daarom dat wij het nieuwe HIV-plan van minister Onkelings toejuichen. Want informatie over HIV-AIDS en veilig vrij is nog steeds hard nodig. Elke generatie opnieuw. Wij vinden het niet normaal dat er in ons land bijna 2 maal zoveel seropositieve mensen zijn als in de ons omringende landen. HIV is in de meeste gevallen perfect te voorkomen en daarom moeten wij jongeren aanleren dat het gebruik van een condoom altijd een goed en een verantwoordelijk idee is. Nu is het nog vaak zo dat wanneer een meisje of jongen in een nieuwe relatie aan de partner voorstelt om een condoom te gebruiken, daar vaak wat lacherig of zelfs beledigend op gereageerd wordt. Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Ook om andere geslachtsziektes en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Onveilig vrijen is niet cool, nooit. Op Wereldaidsdag willen wij ook even stilstaan bij de seropositieve mensen in ons land en elders in de wereld. Zij verdienen onze steun en hulp, zowel privé als op professioneel vlak. Er heerst nog altijd een stigma als het op HIV aankomt en dat is nergens voor nodig. Het is een infectieziekte die je kan oplopen, net als een ander. Het is juist het stigma dat veel mensen ervan weerhoudt om zich te laten testen op HIV. Hetgeen ten slotte zou vrijen een van de meeste mooiste bijzaken in ons leven moeten zijn. En met een beetje gezond verstand is dat ook zo. Designers Against AIDS had al snel begrepen dat popcultuur de weg naar de jongeren is. Ze hebben in de loop der jaren heel wat internationale iconen kunnen overtuigen om de boodschap de wijde wereld in te sturen. En ik ben dus ook zeer trots dat ik hier vandaag deze toespraak moet houden voor jullie als mijn functie als Designers Against AIDS. En ik hoop dat België een voortrekkersrol kan gaan spelen als het op creatieve en effectieve HIV-preventiecampagnes aankomt. Wij zijn er al sinds klaar. Voor ik het woord geef aan de minister Onkelings, ga ik er eerst een stukje. Voilà, Monsieur le Président de la Chambre, Madame la Présidente du Sénat et vous toutes, sénateurs et sénatrices, députés, députés, Anne-Laure, vraiment un tout grand merci pour votre engagement. Vous savez qu'effectivement, nous avons travaillé sur un plan SIDA qui a été dernièrement présenté, mais c'était un plan qui a été réalisé avec toutes les associations. Avec des personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, je pense que je peux finalement, en leur nom, puisque nous avons travaillé pendant des mois et des mois ensemble, vous remercier véritablement pour votre engagement. Oui, dans le strait, tegen de HIV, mais bijzonder nauw aan het hart ligt. En België kan vandaag trots zijn op de afgelegde weg. In België kan iedereen voortaan een gratis multidisciplinaire begeleiding genieten. Iedereen kan zich anoniem en gratis laten screenen. Iedereen kan een gratis post-exposure behandeling krijgen. We hebben een van de beste epidemievolksystemen. We hebben in ons land 9 expertisecentra. Maar we moeten verder gaan. Daarom heeft België dus op 15 oktober 2013 een nationaal plan ter bestrijding van HIV goedgekeurd. Vous avez une raison de dire que la lutte contre le fléau est un combat qui se mène à l'intérieur de nos frontières, mais aussi
à l'extérieur, c'est un fléau qui ne connaît évidemment pas de frontières, et nous devons œuvrer en toute solidarité. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons travaillé avec l'OMS, avec l'Union